Mijn nieuwe roman, volgende keer bij ons, heb ik geschreven uit woede om mijn gebroken hart. Ik had een geliefde, die was 16 jaar jonger en leefde ook in het buitenland. Dus hij zat in een veel conservatievere maatschappij dan die van ons. En zijn familie die had enorm veel moeite met onze verhouding. En dat heeft ons uiteindelijk onze relatie gekost. En uit woede daarover heb ik dit boek geschreven. En dit boek gaat over hoe knellende familiebanden van enorme invloed zijn op je liefdesleven. En dat bijna niemand daar aan ontkomt. Dat in ieder geval heel erg moeilijk is. Dus het verhaal gaat over een vrouw die haar 16 jaar jongere geliefde meeneemt naar een familiediner. Alwaar de verhoudingen op scherp komen te staan en uiteindelijk de boel enorm ontploft. Dus die hele familie die... Is het eigenlijk een familiedrama. Maar het is met veel humor geschreven en ik gebruik altijd veel ironie. Maar het is gaandeweg ook een psychologische thriller geworden. Zo ben ik er niet aan begonnen, maar dat ontstond. En dat is natuurlijk altijd mooi. Het verhaal is heel erg met mij op de loop gegaan. Dus dat was een heel spannend proces al met al. En de spanning wordt gedurende het boek steeds meer opgevoerd. En uiteindelijk hebben we aan het einde een grote climax. En dan is het the end.